Macro met Mujagic. Edin Mujagic is hier om het laatste macro-economische nieuws in context te zetten. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En jij hebt je gebogen over de laatste rapportage van het IMF. Ja. Aangaande de wereldeconomie. En jawel, die groeit. Voor het eerst in een lange tijd weer een optimistisch geluid. Want de groei van de wereldeconomie pakt dit en volgend jaar wat hoger uit dan men eerder had verwacht. Het is nog steeds onder het gemiddelde groeiniveau sinds het jaar 2000. Maar goed, het is wel beter dan men eerder dacht. Zeker als je daarbij optelt dat het IMF zegt dat inflatie mondiaal weer zakt. Dan komt die befaamde, beroemde, beruchte, hoe je het ook wil noemen, zachte landing in zicht. Al spreekt het IMF daar wijs genoeg over een zachter dan verwachte landing. Ah. Dus die zachte landing die willen ze nog even niet noemen. En terecht. Maar zeggen ze wel, en je had het al over de optimistische toon van dat rapport, economieën zijn veerkrachtig gebleken, kunnen tegen een stootje. Ook dat kun je zeggen, is de winst. Zeker als je zo'n moeilijke periode achter de rug ik hebt. Ik bedoel, als je terugkijkt naar de afgelopen 3-4 jaren... en je probeert een lijstje te maken met allerlei schokken die de wereldeconomie kreeg van de oorlogen en pandemie en nasleep daarvan, dat is nogal wat natuurlijk. Dus het is best opmerkelijk dat de economische schade relatief meegevallen is. Ik zou er alleen aan willen toevoegen in het verlengde waar we het gisteren over hadden. In diezelfde periode zijn de schulden overal in de wereld naar recordhoogtes gestegen. Dus die veerkracht, kun je ook zeggen, komt voor een groot deel omdat je heel veel geld hebt geleend. En dat is wel een probleem voor de toekomst. En gisteren hadden we het over die verbazingwekkend goede groei die je kunt zien in Amerika. Maar ook dat had een prijs, namelijk daar is de staatsschuld ook behoorlijk opgelopen. Daar heb je voor $1 groei meer dollars schuld tegenover staan. En Amerikaanse begrotingstekort loopt op. En het grappige is, als je dat rapport van het IMF leest, als je dat goed genoeg leest, dan zie je hier en daar tussen de regels door toch ook het IMF daarvoor waarschuwen. Want ergens valt er te lezen dat de overheden zegt, het IMF moeten nu echt werk gaan maken van het verbeteren van overheidsfinanciën om zo buffers aan te leggen voor de problemen in de toekomst. Want dat de wereld zo, of dat de wereldeconomie zo veerkrachtig is geweest dat we een recessie nog niet hebben meegemaakt, in ieder geval geen diepe recessie, wil niet zeggen dat er nooit een recessie gaat komen. En het IMF zegt, je moet nu ervoor zorgen dat je buffers hebt voor als het eenmaal in de toekomst zover is. Maar de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus. We hadden het gisteren ook over de neiging die er dan bij overheden bestaat om toch maar wat royaler met geld om te gaan. Meestal zie je een hele negatieve correlatie tussen de aantal tussen het aantal verkiezingen in de wereld en de verslechtering, CQ-verbetering van staatsfinanciën. Dus helaas pakt het dit jaar wat minder goed uit. Alleen het IMF waarschuwt daar wel heel terecht voor. Er zullen toch ook landen zijn die het al hartstikke moeilijk hebben om die begroting überhaupt sluitend te krijgen. Zeker. Laat staan dat ze de ruimte hebben om nog eens aan buffers te denken. Ja, maar het zal toch wel moeten, want een van de dingen die we weten is, recessies zijn niet uitgeroeid. Ergens in de toekomst gaan we een recessie meemaken. En dan moet je er maar voor zorgen dat je tegen die tijd voorbereid bent daarop. Dus als je dan leest dat het IMF schrijft dat het risico bestaat, ik bedoel, dat is eufemisme waar je u tegen zegt. Het risico bestaat, zegt het IMF, dat de overheden dat niet voldoende gaan doen. Ja, met de verkiezingen, met de voorspelde begrotingstekorten in de VS met name dit jaar, dat risico bestaat niet, dat risico is er gewoon. Het is een feit, overheden doen dat veel te weinig. Het IMF moet ergens vanuit gaan, zo ook olieprijzen bijvoorbeeld, grondstoffen. Ja. Nou ja, deze optimistische ramingen, zegt het IMF, helemaal aan het eind uiteraard, want dat moet je echt doorlezen daarvoor. Maar die stoelen op een aantal aannames, zoals altijd. En enkele van die aannames zijn dat de olieprijs en de grondstoffenprijs in het algemeen zowel dit jaar als volgend jaar dalen. En dat de lange termijnrentes gaan dalen. Terwijl iets eerder in het rapport zegt de IMF, een van de redenen waarom de overheid die financiën moet aanpakken is, als je dat niet doet, worden die schulden zo hoog dat dat weer opwaartse druk op de rentes geeft. Dus bij die aannames kun je vraagteken zetten. Maar wat ik veruit het meest treurige vond in dat rapport is dat er ergens in een bijzinnetje stond, als het ware, dat de productiviteitsstijging al maar lager wordt. En
Zo kunnen we weer een van jouw stokpaardjes bereiden, ja, merk ik. Nou ja, een van mijn stokpaardjes. Want als er iets in de economie wat je terecht het wondermiddel mag noemen, dan is het toename van productiviteit. Want dat jaagt de groei aan. Dat drukt de inflatie omlaag. Dat kan dat schuldenprobleem gaan oplossen. En als je dan in zo'n rapport leest dat de productiviteitsstijging afneemt, dan is het ondanks de optimistische ramingen voor dit jaar en volgend jaar toch, at the end of the day, toch wel een somber stuk leesvoer van het IMF, Thomas. Edin, dankjewel, tot morgen. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.